Ik ben Frans Maas, lijsttrekker voor de Partij voor Oud en Jong GroenLinks. Een nieuwe combinatie, Partij voor Oud en Jong GroenLinks. Wij gaan een samenwerking aan met de landelijke partij GroenLinks. En Partij voor Oud en Jong wil daaraan meewerken. Wij zijn een sterke, nieuwe partij met een 12-puntenplan wat leidend kan zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij staan voor een duurzame, sociale en veilige gemeente. Duurzaam is een algemene zin in woningbouw, in landbouw, particuliere initiatieven in MRE-verband, maar ook de zorgcoöperatie. Veiligheid willen wij met name voor de kwetsbare weggebruikers in onze gemeente. Fietsers en voetgangers, heel belangrijk. Daarbij willen wij ook de verkeersproblematiek, het fileprobleem, etc. in onze gemeente oplossen. Sociaal vinden wij dat iedere burger moet kunnen deelnemen in onze gemeente. En met name vinden wij ook dat de kern in onze gemeente leefbaar moet blijven. En iedere kern moet haar eigen identiteit kunnen behouden. Waar verschillen wij van andere partijen? Partij voor Oud en Jong, GroenLinks, staat voor een open, transparante en integere gemeente. Geen besloten gemeenteraadsvergaderingen. Informatie aan inwoners. En geen gesloten coalitieakkoord zoals we nu hebben gehad. Wilt u op 21 maart een verschil maken? Kies dan voor de Partij voor Oud en Jong, GroenLinks, lijst 5.